Jan Arie, ze zeggen wel eens dat het kan verkeren in het leven van een voetballer. Ik denk dat jij daar wel het lichtend voorbeeld van bent, hè? Ja, ik denk dat je doelt op het aantal speelminuten wat ik nu maak in vergelijking met vorig seizoen. Dus, het kan verkeren, inderdaad. Ja, heb je altijd het geloof gehad dat jouw moment wel weer zou komen? Nou, ik kan niet ontkennen dat ik ook periodes vorig seizoen heb gehad dat ik het zwaar had. Maar goed, ik ben altijd hard blijven trainen en in mezelf blijven investeren en in mezelf blijven geloven. En ja, ik hoopte dat er een kans zou komen en dat duurde wel een tijd. Alleen die tijd dat ik niet heb gespeeld, heb ik wel op mezelf blijven geloven. Dat is denk ik het belangrijkste. En, ik ben blij dat die kans weer is gekomen en toen die kwam, heb ik hem ook gepakt. En als je terugkijkt op vorig seizoen, heb je een moment waarvan jezelf het een beetje uit je handen glipte? Nou, ik denk dat het een beetje in combinatie was met de slechte resultaten. En ik weet niet echt het moment. Nee. Moest je überhaupt wennen aan een nieuwe club of is dat te makkelijk gezegd? Nou, ik weet van mezelf dat ik altijd wel een aanpassingstijd nodig heb. Ik had het bij Vitesse ook wel, dat ik eerst moet wennen aan de mensen om me heen. En, aan het type voetbal hier bij Feyenoord was ook wennen, maar het duurde misschien iets langer dan ik had gehoopt. En dan begint dit seizoen, kan je denken nieuwe ronde, nieuwe kansen, maar het zag er aan het begin nog steeds niet veel rooskleuriger uit van jou. Wat dacht je niet van, wat gaat dit seizoen dan voor me brengen? Nou, ik heb ook wel eens getwijfeld of ik wel speelminuut zou maken of niet, maar ik ging eigenlijk gewoon dezelfde voet door en ik merkte eigenlijk vanaf het begin van het seizoen dat ik er goed in zat, dat ik een hoog niveau had op trainingen en in de oefenwedstrijden die ik wel heb gespeeld. Dus ik had er eigenlijk wel vertrouwen in. Als je jou op trainingen ziet en binnen de groep, je hebt een fijne rol ingenomen, denk ik. Je kan goed met iedereen overweg, lijkt het. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik geen moeilijke jongen ben in de groep. Maar uiteindelijk gaat het toch om of je goed voetbalt en op trainingen laat zien. Niet dat je zo'n aardige kerel bent. Nee, precies. Daar krijg je geen speelminuten voor. Nee. Maar ook wat ik zei, op trainingen en in de oefenwedstrijd had ik gewoon een goed niveau. Ik wist dat als er een kans zou komen, dan zou ik die pakken. Eerst een minuutje, daarna een hele helft, hier thuis tegen Excelsior. Dat zijn 45 minuten geweest voor jou, waar je wel echt even je visitekaartje hebt afgegeven. Ja, dat was een fijn moment om te laten zien dat ik er klaar voor was. En, het ging goed die wedstrijd, dus daar ben ik blij mee achteraf. Ja, maar dat is wel even één helftje waar je hebt laten zien dat je eigenlijk nooit meer uit die basiself gehaald moet worden. Ja. Jij zegt het. Ja, assistje gegeven op Kuyt ook. Ja. Dat was een prachtige bal. Ja, hoe loop je dan van het veld? Denk je van, oké, nu sta ik erin en ga ik er nooit meer uit? Nee, op dat moment denk je niet zo ver vooruit. Op dat moment ben je gewoon blij dat we die wedstrijd toen nog hadden gewonnen. En ik zelf goed heb gespeeld en assist heb gegeven. Dus ja, dat geeft een prettig gevoel. Maar ja, echt ver vooruit kijken deed ik nog niet. Ja, maar dan gaat het verder en dan gaat het goed met Feyenoord. Ja. Voel je dan ook dat er iets groeit binnen het team? Jawel, ik denk dat er veel vertrouwen heerst in de groep. En dat we bezig waren met een hele goede reeks. En, behalve afgelopen zondag waar we dan verliezen. Maar voor de rest ze hebben we veel vertrouwen en goede resultaten gehad. Ja, en jij bent daar een van de exponenten van het Feyenoord van dit seizoen. Straalt veel vertrouwen uit achterin. Ja. Voelt dat ook zo? Ja, ik heb veel vertrouwen en ik denk wel als ik veel vertrouwen heb dat ik dan ook mijn beste voetbal laat zien. Ja, en dan krijg je ook zoveel vertrouwen dat je mee naar voren gaat, inschuift, acties maakt. Ik hoorde hier in de Kuip al de bijnaam Jan Schari van der Heijden. Ja, dat heb ik ook gehoord. Wat vind je daarvan? Ja, dat is leuk. Ik denk dat het een beetje gekscherend is, maar daar kan ik wel om lachen. En waardeer ik ook wel dat... Ook de mensen die de wedstrijden zien, die zien dat ik met vertrouwen speel. Ja, en dit is ook denk ik hoe je wil voetballen als centrale verdediger. Natuurlijk al ooit op het middenveld gespeeld. Ja. Maar je voetballende vermogen kunnen laten zien, dat is iets wat jij wel heel erg ligt, denk ik. Hè? Ja, maar ik geniet er de laatste tijd ook veel van om,
om juist de duels te winnen. En tegen hele goede spitsen in de Europa League en in de Eredivisie. In de topwedstrijden om daar ook goed te spelen. En dan is het verdedigende werk, geef je ook een boost. Why wait to say, at least I did it my way. But I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Hoe zie jij nou de komende periode nog voor jullie? Jullie staan nog eerste, ondanks de deceptie van afgelopen zondag. Ja. Heb je het gevoel dat jullie zondag, als de competitie weer wordt hervat tegen Zwolle, gewoon die winning moet weer op gaan pakken? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk dat er zoveel vertrouwen in de groep zit. En dat je afgelopen zondag verliest is zuur. Maar je moet ook met die tegenslag om kunnen gaan en nu laten zien dat we als team gegroeid zijn ten opzichte van bijvoorbeeld vorig seizoen. En de draad weer oppakken en zorgen dat je weer het niveau haalt van die wedstrijden daarvoor. En dan moet je thuis gewoon winnen. En jij dacht even gescoord te hebben in Deventer. Dat deed je niet en dan ben je nog steeds een van de weinige, misschien wel de enige van de gebruikelijke basis die nog niet heeft gescoord. Denk je, doet dat iets met je of denk je, nou dat gaat vanzelf komen en als het niet gebeurt maakt het ook niet zoveel uit? Nee, ja, je wil altijd scoren. Het is altijd leuk om je team te helpen. Maar het komt vanzelf. En we hebben genoeg jongens die een doelpunt kunnen maken. En ik denk dat mijn taak niet is om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Maar als het kan, dan zou ik het niet nalaten. Voor de buitenwacht lijkt het of de groep sterker is dan ooit misschien wel bij Feyenoord. Ja, ik denk dat het niet zo lijkt. Ik denk dat het gewoon zo is. Gewoon veel vertrouwen in elkaar en... Ja, we weten wat voor niveau we kunnen halen en dat ze dat ook tot nu toe heel vaak hebben gehaald. Dus het vertrouwen is groot. Ja, is dat ook het verschil met vorig seizoen? Dat jullie meer vertrouwen in jezelf hebben en in elkaar? Ik denk dat het wel een van de factoren is die je meetelt. Plus het feit dat je natuurlijk de ervaringen van vorig seizoen meeneemt. En we zijn een jaar langer bij elkaar, wat ook helpt. Veel jongens die... zijn er echt gewend aan nieuwe club en nieuwe speelstijl en alles. Dus ik denk dat we gewoon een stuk verder zijn. Dan kan het nog een heel mooi jaar gaan worden, een mooi seizoen gaan worden. Ja, zeker. We hebben er zin in om weer te beginnen straks en veel wedstrijden te winnen.